Wie gaat het zeggen? In koor. Nee. Oké, 3, 2, 1. Hij was homo. Oh ja, oké. Ik ben Joy Wielkens en ik speel Nora Houtsnee, de lieve moeder van Lena. In dertigers worden natuurlijk heel veel geheimen bewaard. En dan gaan wij een quiz hebben om te kijken wat we daar nog allemaal van weten. Hoe kwam Nora achter de scharrel van Claire? Weten jullie überhaupt wie de scharrel van Claire was? Wie was de scharrel van Claire? Ik weet, dat was Bart. Oh nee, dat is jouw scharrel. Mijn man. De scharrel van Claire? Was? Ja, dus wie was dat? Lieclemus, Bart. Oh, natuurlijk. Maar ik denk door het neuken in het appartement dat jij daarnaast woonde. Jullie wonen naast elkaar natuurlijk. Zo begon het wel, maar ga door. Was dat niet die... De deur uitlopen na seks met Claire en dan jou tegenkomen dat je daarnaast woont? Jullie weten niet nog de scène dat Nora op de bank zat met Claire en we door haar foto's van Tinder gingen. Ja. En we toen Bart tegenkwamen? Ja. Die scène heb ik niet gezien. Nee, oké. Okay. Heel jammer. Ik weet het wel. Dat was het goede antwoord. 0 punten! Hele specifieke vraag. Hoe verklaart Elias in seizoen 3 zijn knie bij de adoptie? Hoe die dat verklaart? Ja, dus wat zei hij dat hij had? Een sportblessure. Nou, dat is gewoon goed. Wauw. Ja, dat is nadenken. Gescoord. Ik ben fan. 30ers, leuke serie. Stream it. Binge it. Oké, jongens, even iets heel belangrijks. Wat voor geheim had de broer van Pieter, oftewel mijn broer? Gijs. Ik weet het. Ja, ik weet het ook. Wie gaat het zeggen? In koor. Nee. Oké, 3, 2, 1. Hij was homo. Verliefd. Oh ja. Ja, maar ja, wel, ja, het was ook verliefd, een geheim. Hij was homo. Ja, hij was homoseksueel en verliefd op jou. Ja, verliefd op mij. Ja, daarom weet ik het. Ja. Niet dat ik ooit met hem gedraaid heb, want toen was hij al overleden. Ja. Ik ga er gelijk achteraan nog eentje. Welk groot geheim bewaart Saar in seizoen 3? Oh, weet ik. Of is dat seizoen 2? Oh ja, nee, dit weet ik ook. Gaat dit over... Ja, de deal met Marieke. De deal met Marieke. Bam, allebei 10 punten. Ja, zeker. Wat was de deal met Marieke dan? Nou, natuurlijk Marieke, de gemene Rick, bad guy, had een deal gesloten met Saar. Dat Saar de rechtszaak, dat ze niet verder zou gaan met de rechtszaak. Maar in ruil voor dat Saar het kind niet meer mocht zien. Zou jouw opwieberen. Kind niet meer mocht zien. Ja. En bij jou weg zou gaan. Ja. Dat Luc Saar nooit meer zou zien. Toch? Was dat de deal? Ik heb dit heel vaak gezegd in dat seizoen. Ja, dat was de deal. Ja, precies. Zij moest verdwijnen uit ons leven en dan zou ze de rechtszaak laten. Ja. Oké, ik heb er ook nog één. Hoe kwam Claire achter de relatie van Nora? Oh, dat weet ik wel. Buurvrouw Claire. Of wij als dertigers hadden luidruchtige seks, denk ik. Althans, Erik was geen dertiger meer, maar we hadden luidruchtige seks, toch? Oh, nou. Niet? Het mag nog specifieker. Ik denk dat jij die scène hebt gedraaid, dus... Ja, jij moet het weten. Jij moet het weten. Hoe specifieker dan? Nou. Sekson. Klaarkomen? Klaarkomen? Ja, maar wat? Nee. Wat bedoel je? Ik kwam de trap aflopen. Oh, het was helemaal... Ja. Oké. Okay. Ed kwam de trap aflopen en toen zag Claire... Papa? Papa? Ja. Wat is Nora's geheim in seizoen 1? Ja. Ja? Ik weet het toch. Maar weet jij het ook? Eerste trailer. Denk je de eerste trailer in? Ja, vertel. Oh, je hebt die genaaien in een tentje. Ja, dat is waar. En toen, en Nora was zwanger, eerste seizoen. Dat voel ik nooit meer. Maar wie was de vader? Dat voel ik nooit. Hij was bijna de vader van Lena. Maar toen dat was het hele ding, eerste seizoen. Groot geheim. Dat is waar. Ik was het helemaal kwijt. Hoe vaak ben jij niet zwanger geweest dan? Nou ja, hoe vaak ben ik zwanger geweest? 1 keer van Veras en nu probeer ik eindeloos lang al zwanger te raken. Ja, en dus? Laten we hopen dat het een keer gaat lukken. Ik weet ook nog wel die hele vet scène dat Veras mij dan... Dat Veras erachter kwam in dat vakantiehuisje. Dat hij zo binnenkwam. Heb jij mijn vrouw geneukt? Heb jij mijn vrouw geneukt? Heb jij mijn vrouw geneukt? Fucking loveback dat je bent. Dat was leuk. Ja, dat was een goede scène. Ja. Niet ik zo heel bang. Dat was echt leuk. Die was de eerste take al goed. Ik mis Gürkan wel. Ik mis Gürkan. Ja, waar is Gürkan? En ook shout-out Erik. Naar Gürkan.
Veras dus. Veras, kom snel terug. Er is niet zoiets als happy single zijn, laten we daar eerlijk over zijn. Het is niet happy single. Als je ook of een Gürkan of een Erik had kunnen hebben. Oh zo, ja. Oh, zeker. Ik denk hier komt een levensles. Ja. Nee. Ja, jij hebt leuke exen. Hele leuke exen, zegt ook iets over Erik mij. Ook. Veel exen ook. Wat slet. Nee, gewoon, ze zijn nooit genoeg voor jou, dus. Nee, het is wel een veel eisende vrouw die Nora, ja. Maar kijk wat ik zie, kijk wat er... Wat gaat er dit seizoen? Kun je iets verklappen over je liefdesleven? Nou, er gaat op liefdesgebied, wat wel heel breed is, wel iets heel moois gebeuren. Hmm. Met ook mensen die we kennen. Oh, oké. Spannend. Wisten jullie nog iets van deze geheimen? Zo niet, stream dan alle afleveringen bij BNNVARA op NPO+.